Yo gasten, Viva Bouncy met vandaag weer een nieuwe aflevering van het Rad van Glory. Vorige aflevering ging echt supergoed. Dat was namelijk aflevering 20. Toen heb ik echt niet normaal veel punten verdiend. Dus dat was erg lekker. En ik heb momenteel nog 15 upgrade punten over van die vorige aflevering. En die kunnen we nu lekker gaan opmaken. Dus ik heb er zin in. Hoor, gewoon meteen een nice begin. Wil jij graag FIFA coins? Ga dan naar vivacoinsmarkt.nl en gebruik de code BOUS voor ook nog eens een lekkere korting. En ik had vorige aflevering aan jullie ook gevraagd of jullie het leuk zouden vinden dat ik zeg maar een samenvatting zou maken van mijn boxwedstrijd van ondertussen alweer meer dan een week geleden. En ik zei dat ik bij de 3000 likes een samenvatting zou maken en we hadden gewoon 5000 likes gehaald. Niet normaal, op een aflevering van het Rad van Glory is dat wel echt bizar veel. Dus ik ben er echt blij mee. Ik denk niet dat we dat nog een keer halen, het zou wel echt sick nice zijn. Maar zoals beloofd heb ik natuurlijk een samenvatting gemaakt van mijn boxwedstrijd. Ik zal bovenaan in mijn beschrijving een linkje zetten en als je daarop drukt kom je op mijn Instagram en dan kan je de samenvatting zien. Maar nu gaan we natuurlijk verder met de aflevering, genoeg geluld over boxen en andere dingen. Ik ga nu mijn upgrade punten opmaken en jullie bepalen ook best wel veel in deze serie. In ieder geval kijk altijd door de comments. En vorige aflevering was het wel heel duidelijk, jullie willen heel graag dat ik Inform Depay in mijn team ga stoppen. Antwoord ga ik niet beantwoorden. Want de reactie met Inform Depay had gewoon meer dan 240 likes. Dat is voor een reactie vind ik best wel veel. Dus volgens mij willen jullie echt heel graag dat ik Depay ga kopen. En die kan ik nu ook kopen, want ik heb natuurlijk 15 upgrade punten. Dan gaat Wijnaldum helaas wel uit mijn team. Ja, dan krijg ik echt een gigantische beast ervoor terug. En dan heb ik bijna het beste aanval wat je kan hebben. Ja, je kan Overmars kan je ook nog links voor hebben. Maar ja, dan vind ik Inform Depay denk ik qua stats nog veel chiller. Dus ik vind het helemaal prima. Dan stuur ik Wijnaldum alvast uit mijn club. Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om niet Inform Depay te kopen, maar Want to Watch Depay. Want ik denk dat hij nog wel een Team of the Season gaat krijgen. Aangezien hij de laatste tijd echt wel goed speelt. En dan gaat hij natuurlijk qua rating nog veel meer omhoog. En dan maak ik misschien nog wat winst ook nog. En dat is natuurlijk altijd chill. Maar ik heb nu in ieder geval Inform Depay eigenlijk Want to Watch. Maar gewoon precies dezelfde ratings. Dus maakt niet heel veel uit. En even kijken naar zijn stats. Niet normaal. 95 snelheid, 88 schieten, 83 praten, 89 dribbelen en 85 visie. Holy shit! Hij kostte trouwens ook best wel veel, 187.000. Vind ik best wel duur voor een speler. Maar mijn aanval is nu echt gigantisch, beast. Niet normaal, Depay, Robert en Legend van Destroy. Holy shit! Oké, mijn team begint echt super pro eruit te zien. Maar dan heb ik nog 3 upgrade punten over, die bewaar ik nog even. We gaan nu in ieder geval weer 2 potjes spelen. Oh, wacht. Ik mag nog natuurlijk aan het rad draaien. Oh, was ik bijna weer vergeten. Ik moet dat echt beter onthouden. Oké, let's go. Mijn eerste gratis pin natuurlijk. Want aan het begin van elke aflevering mag ik een keer gratis pinnen. Let's go. Are you ready? Come on. Oh, nice. Superbouw. 5 puntjes erbij. Dan heb ik er momenteel 8. Oké, dat is wel lekker. Dan zou ik eventueel Leroy Fair kunnen upgraden naar een zeldzame gouden speler. Maar volgens mij zijn er geen andere gouden zeldzame spelers op het middenveld van Nederland. Ik kijk wel even. Ja, de enige zeldzame spelers op het middenveld van Nederland op dit moment zijn Strootman en Sneijder. Het beste wat ik nu dus kan doen is Strootman of Sneijder upgraden naar Inform Klaassen. Dat kost 12 upgrade punten. En dan vervolgens kan ik Leroy Fair weer upgraden naar Strootman bijvoorbeeld. Als ik die heb geüpgraded naar Klaassen. Maar dat komt allemaal nog wel, want op dit moment kan ik hem nog niet upgraden. Ik heb namelijk 8 upgrade punten en ik heb voor een Inform 12 nodig. Maar ik ga nu in ieder geval 2 potjes spelen en het is best wel belangrijk. Want als ik ze allebei weet te winnen, dan sta ik hier erg goed voor. En dan kan ik eventueel promoveren naar de divisie 2. Dus dat zou wel echt mooi zijn. Maar we zullen zien hoe het gaat. Let's go. Met Depay in mijn team heb ik er volste vertrouwen in. Ik had trouwens vorige aflevering een dubbele punten aflevering. Dat doe ik normaal om de 10 afleveringen. Maar Geert Wilders had een reactie achtergelaten. Ja, ik mag Geert Wilders eigenlijk niet echt. Maar oké, nu wel even. Want hij had best wel een leuke reactie. Want hij had namelijk als voorstel om om de 5 afleveringen een dubbele punten aflevering te doen. En dat vind ik op zich best wel een goed voorstel. Dus dan is nummer 25 en 30 en 35 en zo. Dat wordt dan elke keer een dubbele punt. Aflevering. En op die manier kunnen we natuurlijk weer snelle Legends en Informs krijgen. Dus ik vond het best wel een goed idee. Dus daarom ga ik dat vanaf nu uitvoeren. Dumpy FC moet ik tegen. Nou ja, die moet wel de bank zitten. Dus kijken, dat kan niet anders.
En misschien dat hij mij ook wel kijkt. Misschien moet ik nu wel tegen de kijker. Het zou zomaar kunnen. Ja, Van Nistelrooy, Verhoek. Oh nee, kom op. Kan die nog bij die bal? Nee, shit, de keeper kon hem nog net wegtikken. In ieder geval een corner. Ik verwacht niet dat ik eruit scoor. Maar ja, soms scoor je er ook wel uit. En ja. Oh nee, de bal valt net verkeerd. Of toch niet. What the fuck doet hij? Oké, nee, de avond is nu wel voorbij. Oh shit, oh nee, what the fuck. Hij doet gewoon een steekpaas naar voren en hij is er in één keer door en hij scoort hem. Oh man, hoe kon die steekpaas er in één keer zo doorkomen? Dat sloeg er helemaal nergens op. Maar ja, ik sta nu wel 1-0 achter en dat is wel kut. Van Nistelrooy met het schot. Oh shit, die had moeten zitten. Tot nu toe gaat het trouwens niet heel lekker. Dit was weer mijn eerste kans in de lange tijd. Alleen is het dan weer zo jammer dat hij niet zit. Het is ondertussen rust. Ik sta 1-0 achter. En eigenlijk is dat niet heel terecht. Want ik heb gewoon meer kansen. Alleen ze gaan er gewoon niet in. En mijn tegenstander heeft wel gescoord. En voor de rest hebben we wel evenveel balbezit. Maar de tweede helft wil ik in ieder geval terugkomen. Het liefst natuurlijk winnen. Maar met een gelijkspel ben ik op zich ook nog wel redelijk tevreden. Want dan verdien ik natuurlijk in ieder geval weer wat spinpunten. Ja, misschien nu Depay. Hij is er door. En ah, oh, wat een noobschot. Ik had in de andere hoek moeten schieten. Shit. Oké, maar in ieder geval weer een corner. Zo'n corner moet er toch vroeg of laat ook ingaan. Maar nee hoor. No. Nee. Oké, ik ben weer doorgebroken met weer Depay. Nu in de verre hoek. Ja, hij zit eindelijk. Oké, nice. Depay OP. Dat deed hij toch wel heerlijk hoor. Want hij kan niet eens zo heel goed schieten met links. Maar hij schoot hem echt gewoon strak in het hoekje met links. Lekker, oké, het staat in ieder geval weer gelijk. Dus daar ben ik heel blij mee. Maar ik kan nu zelfs weer gaan denken aan winnen. Ja, volgende kans. Oh nee, hoe de fuck kan hij hem missen? Oké, Depay. Op Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, kom op, doe het. Shit, ik heb zoveel kansen. Want dat heb ik al vaker gezegd. Maar ze moeten erin gaan, kom op man. Misschien nu dan. Weer een lekkere aanval. Ja, overtreding. Ja, inderdaad. Oké, mooie positie voor een vrije trap. Die ga ik er dan even inknallen met Robben. In ieder geval, dat hoop ik. Oh shit, ik zag het niet helemaal hoe het ging. Maar ik dacht echt dat hij erin zou gaan. Ja, jij Van Nistelrooy, kom op. Ah, is de kip. Ja, panel. Is het de panel? Ja, het is de panel. Oh, dit kan ik misschien winnen, deze wedstrijd. En nu moet ik hem nog even gaan scoren. Ik doe hem links onder in het hoekje. En shit, in de rebound. Nee, dit is niet normaal. Oh shit, oké, het is in ieder geval gelijk gebleven. Maar ik had echt moeten winnen. Oh, ik baalde zo van dat ik die penalty heb geweest. Niet normaal. Oh, shit, man. Nu mag ik dus net niet aan het rad draaien. Want gelijkspel is een half punt. En één goal is 0,25 punt. Dus dan heb ik momenteel 0,75 punten. En daarmee kan ik dus net niet één keer aan het rad draaien. Dat is best wel balen. Maar kijk naar de kans. Ik had deze wedstrijd zo hard moeten winnen. Echt niet normaal. Hier baal ik echt van. Oké, maar de volgende wedstrijd, als ik hem weet te winnen, dan mag ik sowieso 2 keer aan het rad draaien. Dus dat is wel mooi. Ik ben nu op zoek naar een tegenstander, maar even snel tussendoor. Voor degene die het zich afvraagt, ik ga dit jaar naar de Dutch YouTube Gathering. Want ik kreeg best wel vaak vragen daarover. Ga je er ook heen? Ik ben dus ook aanwezig. Ik zal wel even een linkje ook in de beschrijving zetten naar de site van Dutch YouTube Gathering. Mocht je er ook heen willen, dan kan je natuurlijk via die site tickets kopen. Nieuwe tegenstander gevonden en hij heeft best wel een nice team. Allemaal bier. En echt niet normaal. Vooral zijn verdediging en middenveld en zijn aanval trouwens ook. Het is gewoon allemaal beast. Echt niet normaal. Ik denk dat ik het wel weer redelijk lastig ga krijgen. Oh, fuck nee. Net zoals de vorige wedstrijd. Inderdaad, 1 aanval en hij scoort meteen. Oh, dit is zo frustrerend. Dat krijg ik zo vaak. Oh, shit. Dan is hij er weer door. Hij heeft echt supersnelle aanvallers. En mijn verdedigers zijn niet al te snel. Kijk, hij is er echt de hele tijd ziek erg snel door. Ik weet ook niet hoe dat komt. En dit is al de drill. Man, alles zit bij hem. En hij doet de hele tijd de dab. Dat doe ik normaal ook, maar dat vind ik nu irritant. Oh. Ik kan niet heel goed tegen dit. Oké, we gaan weer door. Nou, het is rust. Ik skipte de wedstrijdoverzicht. Dat maakt ook niet heel veel uit. Ik sta 3-0 achter. Hij heeft dus 3 schoten op goal gehad. Met andere woorden, hij heeft elke kans die hij had gewoon afgemaakt. En 3 keer kwam hij er gewoon door met de steekpaas. En 1-op-1 en maakte hij hem af. Dus best wel heel erg balend dit. De tweede helft moet echt beter. Ik moet in ieder geval 1 keer scoren. Want ik wil gewoon nog een keer aan het rad draaien. Nou, misschien nu al. Oh nee, shit. Dan moet hij het wel doen. Maar ik heb in ieder geval een corner. Oké, de bal naar Van Dijk. Want dat is mijn pro-kopper. Maar helaas. Nou, Van Nistelrooy. Oh man, scoor dan gewoon. Nou, het is ondertussen wel tijd om aanvallend te gaan spelen. Want anders ga ik niet scoren en sowieso niet meer gelijk spelen. Weet je, ik kan het altijd nog proberen.
Want mijn tegenstander is niet eens zo extreem goed. Alhoewel scoort hij wel de 4-0. Oké, gelijkspelen lukt sowieso niet meer. Met 3-0 zou ik nog kunnen, maar met 4-0 echt niet meer. Oké, nu ga ik gewoon puur proberen één keer te scoren. Ja hoor, en dat is de 5-0. Oké, mijn tegenstander is wel beter. Dat is wel duidelijk. Oké, maar ik moet gewoon die ene goal maken. Shit, kom op. Ja, misschien nu. Verre hoek. Ah nee, dit is toch niet normaal. Hoe de fuck kan zo'n keeper zo'n bal eruit halen? Normaal zit zo'n bal altijd laag in de verre hoek. Ik hoef ook nog maar één keer te scoren. En dan is het helemaal prima. Ook al verlies ik met 10-1. Ik vind het prima. En nu weer niet op de lat. Het zal ook niet, hè. Oh, kom op dan. Ja, nu. Oh, nee. Hoe de fuck kan alles misgaan? Ik snap het echt niet. Zo heel veel doe ik toch ook niet fout. Kom op, en de keeper heeft hem. Dit is echt heel frustrerend. Ja, nu Depay. En hij schiet hem naast. Via de zijkant, Depay met de voorzet. En wat een no voorzetje. Dan kan ik toch nooit scoren. Dat was mijn laatste kans. Oh, dit is heel erg balen. Dit was wel heel slecht. Alhoewel had ik niet eens zo heel veel minder kansen. Weet je, het is een geflatteerde uitslag. Maar als het 1-2 was geworden of zo, was het ook gewoon terecht geweest. Het slaat nergens op dat ik 5-0 heb verloren. En de eerste wedstrijd toen ook al nergens op dat ik gelijk had gespeeld. Het is echt een kutaflevering gewoon. Ik wil natuurlijk het liefst zo vaak mogelijk elke aflevering aan het rad draaien. Maar ja, niet altijd lukt dat natuurlijk. Maar wat wel mooi is van deze aflevering is natuurlijk dat ik 1-2-watch-depay in mijn team heb mogen toevoegen. En ik heb natuurlijk voor de volgende aflevering een enorm goed begin. Want ik heb namelijk 0.75 spinpunten plus 8 upgradepunten. Dus ik begin de volgende aflevering in ieder geval lekker. Dus dat is mooi. Laat natuurlijk even in de reacties weten wat ik nu met mijn upgradepunten moet gaan doen. Vergeet natuurlijk ook zeker geen duimpje omhoog te doen als je dat nog niet hebt gedaan. En natuurlijk, tot slot, ik zie jullie later, bazen.